Dames en heren, allemaal welkom bij deze discussie over het nummer 1 topic van de Nederlanders in het buitenland. En Nederlanders buiten Nederland die zijn er meer dan 1 miljoen. En of je nou jong, oud, gehuwd, gescheiden, alleenstaan bent, de ervaring is dat dit thema toch echt nummer 1 is. En dan gaat het niet zozeer alleen over de toekomst, van wat gaan we regelen voor onze kinderen, maar ook naar het verleden. Wat gaan we regelen voor degene die onvrijwillig het Nederlanderschap hebben verloren. Mijn naam is Ilko Keij. Ik ben de voorzitter van de Stichting Nederlanders Buiten Nederland. En wij zijn kleine 4 jaar geleden opgericht om de belangen van de Nederlanders in het buitenland te behartigen op allerlei terreinen. En vandaag hebben we het dus echt over nationaliteit. De Rijkswet op het Nederlanderschap gaat over de regeling zoals die in Nederland geldt. En we zijn heel dankbaar dat er veel Kamerleden vandaag bij zijn om hierover te praten met ons. We hebben ook heel veel vragen binnengekregen van Nederlanders uit het buitenland. Een aantal van daarvan hebben we samengevat, waren ook veel dezelfde soort vragen. En wij hebben Janneke Juffermans bereid gevonden. Zij is een ervaren dagvoorzitter en moderator om deze discussie voor te zitten. En ik geef haar dan ook graag het woord. Zijn er tussentijds nog vragen, dan kan het via de Q&A-sessie. We gaan nog even kijken of we de chat kunnen openstellen. Maar ondertussen kunnen we maar gewoon het beste beginnen, want we hebben 1 uur. En Janneke, ik geef jou graag het woord. Ja, dankjewel, Ilko. Nou, zoals jullie horen is mijn stem, maar laat me een beetje in de steek. Want ik ben heel erg verkouden, dus ik kom de dag door met strepsils en tragitrol. Maar heel hartelijk welkom allemaal en fijn dat jullie er zijn. Er hebben zich meer dan 800 mensen voor dit onderwerp aangemeld. En ik hoop dat de chat open is, zodat jullie even kunnen laten weten waar vandaan je hebt ingelogd. Dat is leuk voor ons om te weten waar iedereen zich bevindt. Maar ik weet niet of dat kan, want ik zie nog verder niks in de chat komen. Maar als die open is, dan zet er vooral in waar je bent op dit moment. Even kijken. Nou, ik wil ook graag de Kamerleden welkom heten die er zijn. Sjoerd Sjoerdsma van D66. Jasper van Dijk van de SP, die is op het laatst toch nog gekomen. Ruben Brekelmans van de VVD. En Tunohan Kuzu van DENK. Van harte welkom allemaal. En ook een hartelijk welkom voor Hermie de Voer. Zij is specialiste, advocaat en gespecialiseerd in emigratierecht en nationaliteitsrecht. Oh, ik zie nu van alles binnenkomen. Wat leuk. Ecuador, Florida, Eindhoven, Qatar, New York, Los Angeles, Brazilië, Mexico, Zwitserland, Londen, Texas, Dominicaanse Republiek, Cyprus. Superleuk. Welkom allemaal. En leuk dat we met zoveel mensen vanuit zoveel hoeken van de wereld hierbij aanwezig zijn. Nou, Hermie, ik wil jou zo een paar vragen stellen. Want jij bent gespecialiseerd in nationaliteitsrecht. Kun je ons iets vertellen over welke zaken jij allemaal behandelt en met welke dilemma's de mensen worstelen die bij jou komen? Zal ik jou... Ja, ik moest even unmuten en de video opstarten. Kan ik dat zelf? Ja. Ja. Leuk dat je bent. Nou, ja. Oh, nu ben ik beter in beeld, denk ik. En ik zit hier niet alleen. Naast mij zit mijn kantoorgenote Mirjam den Beste. Zij doet ook heel veel nationaliteitszaken. We zijn met 5 advocaten inmiddels op dit kantoor die heel veel nationaliteitszaken doen. Mm-hmm. En jij vroeg, wat zijn nou de meeste vragen waar mensen mee komen? Nou, bij Nederlanders in het buitenland is dat toch wel heel veel. Hoe voorkom ik dat ik het Nederlanderschap verlies? Maar nog wel meer. Ik was Nederlander, ik heb een paspoort aangevraagd, maar ik krijg ineens een brief van de ambassade dat ik geen Nederlander meer ben. Ja, dat is het meest voorkomende probleem. En dan gaan we kijken of dat zo is en wat we daaraan kunnen doen. En of dat ook gevolgen heeft voor de kinderen. Ja, want daar worden heel veel mensen door overvallen, toch? Door zo'n brief of zo'n bericht dat ze hun Nederlanderschap ineens kwijt zijn. Ja, in mijn ervaring gebeurt dat ongewild en ook onwetend.
Want er zijn in de Rijkswet op het Nederlanderschap 2 verliesgronden. Eentje is, als je Nederlander bent en je neemt vrijwillig een andere nationaliteit aan, dan is de hoofdregel dat je het Nederlanderschap verliest. Daar zijn uitzonderingen op, maar daar zal ik straks iets over zeggen. En een andere verliesgrond is als je langdurig buiten Nederland en de EU verblijft. En langdurig was dat uit 10 jaar, is recentelijk gewijzigd naar 13 jaar. En dat geldt overigens alleen voor Nederlanders die ook nog een andere nationaliteit hebben. Maar het zijn 2 verliesgronden en ik merk dat het daar ook wel eens misgaat. Wat bedoel je ermee? Van wat gaat er dan mis? Nou, mensen denken, ik ben geboren in Nederland, ben heel lang in Nederland gewoond, dan kan ik mijn Nederlanderschap niet verliezen. Maar dat kan dus wel. Ze denken, als ik altijd maar op tijd mijn paspoort verleng, gebeurt er niks. Maar dat is dus wel zo. Ja. En herken je... Als je namelijk een andere nationaliteit aanneemt, dat bedoel ik met, er zijn 2 verliesgronden en die lopen soms door elkaar. Dus dan denken mensen soms, ik heb het goed gedaan voor die ene verliesgrond, maar dan is er toch nog die andere verliesgrond waar ze niks van wisten en geen rekening mee hebben gehouden. Ja. En herken jij dan het beeld van die roulette die op de affiche stond, waarmee zeg maar, deze discussie is aangekondigd en ook op de advertentie in het AD? Ja, roulette is misschien iets zwaar aangezet, maar ik hoor wel van heel veel mensen, als ik nou geweten had dat ik dit of dit had moeten doen om het verlies te voorkomen, had ik dat zeker gedaan. Dus dat bedoelde ik ook met ongewild en ook onbedoeld. En wat ik heel schrijnend vind en heel lastig vind, zoals je het eenmaal verloren bent, is het zo ontzettend moeilijk om het terug te krijgen. Wat moet je dan doen om het terug te krijgen? Nou, ik vind de enige realistische oplossing om het terug te krijgen is naar Nederland komen. Maar daar moet je een verblijfsvergunning voor hebben. Heel vaak ook een visum voor lang verblijf. En dan moet je maar net voor in aanmerking komen, want we hebben restrictief toelatingsbeleid in Nederland. En lang niet iedereen kan een vergunning krijgen. Bovendien, dat is praktisch best een bezwaar. En dan moet je ook 1,5, 2 jaar in Nederland zijn om daarna een hele optieprocedure te doorlopen en het Nederlanderschap terug te krijgen. En het is niet voor iedereen mogelijk om met hun hele gezin, met kinderen, zomaar naar Nederland te komen en verblijven. Ja, en je had het net ook nog over enkele uitzonderingsgronden. Kan je daar in het kort iets over zeggen? Ja, die uitzonderingen gelden alleen bij, als je Nederlander bent en je verkrijgt vrijwillig een andere nationaliteit, dan is de hoofdregel dat je het Nederlanderschap verliest. Daar zijn 3 uitzonderingen op. 1 uitzondering is als je de nationaliteit aanneemt van je geregistreerd partner of echtgenoot, dan behoud je het Nederlanderschap. Als je de nationaliteit aanneemt van het land waarin je bent geboren en waar je op dat moment woont, dan behoud je het Nederlanderschap. En als je de nationaliteit aanneemt van het land waarin je voor je 18e 5 jaar onafgebroken hebt gewoond, dan behoud je ook het Nederlanderschap. En meer smaken zijn er niet. Maar veel mensen weten dit soort dingen dus ook niet, hè? Als ik jou goed hoor. Nee, dat klopt. Ik vind dat de Nederlandse overheid echt wel wat laat liggen op het gebied van informatievoorziening. Dat bleek ook heel duidelijk uit het rapport van de Nationale Ombudsman, waar 500 of 600 verschillende mensen met hun verhaal op hebben gereageerd. En dat was ook een aanbeveling van de ombudsman. Doe nou iets aan die informatievoorziening. Zorg nou dat mensen weten wat ze moeten doen om Nederlander te kunnen blijven. Ja, ik zie hier een vraag van, kunt u dat herhalen? Maar dat is volgens mij niet nodig, want deze sessie is terug te kijken. Dus u kunt het allemaal rustig terugkijken hierna. Heel erg bedankt voor nu, Hermie. Ja, graag gedaan. Ja, ik wil eigenlijk naar de Kamerleden toe. Ik heb een beetje zitten googlen, maar het is heel moeilijk om jullie officiële standpunt van jullie partij te vinden over de dubbele nationaliteit. Ik hoop dat jullie mij even in 2 zinnen per Kamerlid kunnen vertellen, wat is nou het standpunt van uw partij op dit onderwerp? Wie wilde beginnen? Bijvoorbeeld Sjoerd maar. Oh. Dan moet je mij ook nog even de gelegenheid geven misschien mijn camera aan te doen, want het staat zo ongezellig, dat zwarte scherm. Ja, ik kijk of ik dat...
Volgens mij kan ik dat niet doen. En... Nou, dan zal ik in ieder geval alvast verklappen wat het standpunt van D66 is. En dan zul je het zonder mijn hoofd moeten doen. Maar mensen hebben me ook wel eens gezegd dat ik meer een radiohoofd heb. Dus dan komt het vast wel goed uit. D66 is een hartstochtelijk voorstander van meervoudige nationaliteit. Wij vinden de huidige nationaliteitswetgeving echt achterhaald. En we vinden dus ook dat er geen verliesgronden moeten zijn. En dat de mensen die in het verleden hun nationaliteit hebben moeten opgeven... Omdat ze bijvoorbeeld een andere nationaliteit hebben aangenomen, bewust of onbewust, dat zij hun Nederlandse nationaliteit zonder problemen, eigenlijk dus gewoon met het invullen van een papiertje en bewijs dat ze ooit een keer Nederlander zijn geweest, weer terug moeten verkrijgen. Nou, dat is in drie zin onze positie. Er valt nog wel meer te zeggen, maar daar krijgen we later de gelegenheid voor, denk ik. Ja, je kunt nu trouwens je camera aanzetten. Dus, ja, dan, alleen nu horen we je niet meer. Nee, ik zei, hier ben ik dan, maar in het kader van de kortheid zal ik die even bij laten. Ja, dankjewel. En Ruben Brekelmans. Yes. In twee zinnen. Het standpunt van mijn partij, wat in het verkiezingsprogramma te lezen is, is dat we kritischer zijn op de dubbele nationaliteit. Maar we hebben in het regeerakkoord hebben we hier afspraken over gemaakt. En dat is wat mij betreft is dat leidend. En daarin staat dat we de mogelijkheid voor een dubbele nationaliteit willen verruimen. Dus dat je niet ook automatisch na 10 jaar in ieder geval het Nederlanderschap verliest. Dus eigenlijk die twee gronden die je net beschrijft, dat die worden verruimd. En dat ook voor de mensen die na 2003 hun Nederlanderschap zijn verloren, dat het makkelijker wordt om dat te herkrijgen. Persoonlijk, als iemand die ook 3 jaar in het buitenland heeft gewoond en veel mensen Nederlands in het buitenland ook ken, ben ik blij dat we deze afspraak hebben kunnen maken. En dat we het op deze manier voor iedereen die nu luistert en hier ofwel praktisch tegen aangelopen is of zich hier zorgen over maakt, dat we het kunnen verbeteren. Mm-hmm. Nou, dan kom ik straks graag even bij je op terug, want het staat wel in het regeerakkoord, maar het blijkt toch erg moeilijk om het ook in de praktijk uit te voeren. Dus ik ben echt benieuwd waar dat aan ligt, maar dat komt later. Jasper van Dijk. Ja, goedenavond allemaal. Ik zie dat iemand in de chatgroep zegt, van welke partij is hij? Volgens mij ging dat nog over Ruben Brekelmans, die is van de VVD. Sjoerd Sjoerdsma is van D66 en ik ben van de SP. En... ik ben hier vanavond vooral om naar jullie te luisteren. Ik ben met mijn collega's ook naar New York geweest. En daar hebben we met jullie gesproken. Althans met de mensen die hier bovenop zitten. Die zeer gepassioneerd in dit onderwerp zitten. En jullie hebben ook een hele sterke lobby. Waarvoor complimenten. Ik weet dat het inderdaad in het coalitieakkoord staat opgeschreven. Een voornemen op dit punt. Maar ik wacht nog altijd af wanneer we dat in dit parlement gaan behandelen, dit voorstel. Dus ik vind het heel zinvol dat wij nu vanavond dit gesprek voeren. Ik ga graag naar jullie luisteren. En ik sta welwillend tegenover jullie pleidooi. Maar we moeten natuurlijk nog precies afwachten waar de regering precies mee gaat komen. Hoe het wetsvoorstel eruit ziet. En dan zullen we ons definitief oordeel opmaken. Dus eigenlijk zeg je dat er nu nog geen duidelijk standpunt is, als ik het goed hoor. Nee, kijk, er staat in het regeerakkoord een passage, zoals Ruben Brekelmans ook aangaf, dat hier iets voor gemaakt gaat worden. Ik heb nog steeds niks gezien en ik vind als goed parlementariër moet je altijd zeggen van nou, laat maar kijken wat er op tafel komt te liggen. Dan gaan we dat kritisch bekijken en dan geven we uiteindelijk onze mening bij de stemmingen. Oké. En toen aan Kuzu. Goedenavond allemaal. Namens Toenan Kuzul van de politieke partij DENK. Wij zijn een hartstochtelijk voorstander van de dubbele nationaliteit. Zowel voor de mensen die in Nederland wonen met een andere achtergrond, maar dus ook voor Nederlanders in het buitenland. En ik vind het, zoals collega Sjoerdsma ook terecht aangaf, een hele achterhaalde discussie. Nederland is een van de weinige landen in de wereld waar dit als probleem wordt gezien. Samen met China zijn wij volgens mij de uitzondering. Een verbod op dubbele nationaliteit moet wat ons betreft dus niet kunnen. En eigenlijk is het heel simpel te regelen. Wij zijn dus ook geen voorstander van het verruimen van die uitsluitingsgronden. Maar we moeten die verruimingsgronden wat mij betreft ook afschaffen. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, want daar raakt u wel een interessant punt. Binnen Europa is Nederland ook een van de uitzonderingen op dit gebied.
Waarom is dat zo? Dat is iets wat veel mensen zich afvroegen die vragen hebben ingestuurd. Nou, ik denk dat we in Nederland in de afgelopen decennia heel krampachtig zijn omgegaan met het begrip dubbele nationaliteit. In Nederland ging de discussie voornamelijk over dubbele nationaliteit zou ten koste gaan van loyaliteit. En ik vind dat heel erg achterhaald en ook eigenlijk heel vals. Want een dubbele nationaliteit zegt wat mij betreft helemaal niets over loyaliteit. Het is, we zijn hier vandaag met ik zie bijna 400 mensen, 800 mensen die zich hebben aangemeld. Veel mensen uit het buitenland die ons hierover mailen, hierover contact proberen te krijgen. Ja, laten we die discussie niet voeren op basis van eigenlijk waanideeën en frames, maar op basis van daadwerkelijke feiten. We spreken hier vandaag met elkaar Nederlands. Iedereen voelt zich ook Nederlander, is ook Nederlander, heeft de Nederlandse nationaliteit gehad. Dus wat mij betreft alle reden om zo snel mogelijk over te gaan op die wetswijziging waar we met smart op wachten. Mm-hmm. Nou, zelfs president Rutte heeft dat gezegd, hè, dat de loyaliteit voor hem niet meer of niet zo belangrijk is toen Dilan Yeşilgöz werd benoemd als minister van Justitie en Veiligheid. Daar wil ik even een filmpje over laten zien. En dan kom ik zo weer bij jullie terug. Even kijken waar dat filmpje is. Ja. Ik hoop dat jullie mijn scherm nu zien. Ja, kan iedereen het zien? Ja. Nu even. Dan gaat hij niet uit. Kijk. Oh, deze. Ja. Dat was inderdaad een heftig deel van het debat gisteren. Om te beginnen, dubbele nationaliteit staat zeker niet in de weg aan benoeming in het kabinet. Dat heb ik ook gezien in 2007 met de benoemingen van Aboutaab en Al-Bayrak. In 2010 met mevrouw Van Zanten. In 2017 en mevrouw Ollengren. Hetzelfde geldt ook nu. Het is ook geen vraag die ik stel aan kandidaten of u een dubbele nationaliteit hebt. Dat is gewoon, dat mogen ze hebben. Staat op geen enkele manier eraan in de weg en zegt ook helemaal niets over de loyaliteit. Ik vind die combinatie tussen dubbele nationaliteit en loyaliteit vind ik een hele kwetsbare. Ik heb daar. Nou, dus, want de president had vroeger misschien wat andere standpunten, maar hier liet hij duidelijk zien dat hij die loyaliteit ook geen enkel issue vindt. Nu ben ik benieuwd van wat houdt het dan nog tegen? Want eigenlijk lijkt het erop alsof de meeste, althans de aanwezige Kamerleden hier, het eens zijn met de mogelijkheid voor een dubbele nationaliteit. Wie wil daarop reageren? Nou, ik kan daar iets over zeggen. Als niemand. Kijk, volgens mij is het niet dat het iets tegenhoudt op dit moment. Wat Jasper van Dijk ook zei. Er is een afspraak over gemaakt in het regeerakkoord. En we wachten nu op een voorstel van het kabinet. Mm-hmm. Wat volgens mij terecht ook in de introductie werd gezegd. Is we hebben die nationaliteitswetgeving best ingewikkeld gemaakt. En een aanpassing daarvan is ook niet heel eenvoudig. Hè. Het is niet een kwestie van even een wetje herschrijven of een paar dingen aanpassen. Je moet dat wel zorgvuldig doen. Zeker op het moment dat je er ook in wil opnemen dat bijvoorbeeld bepaalde besluiten in het verleden, dat mensen die nu alsnog weer dat Nederlanderschap kunnen krijgen. Dus ik denk dat het vooral is dat het gewoon nu aan de kwesties van het kabinet om het goed op papier te zetten. En ik weet dat de juristen en de afdeling die daar doorgaans aan werken ook een heleboel andere dingen op hun bord hebben op dit moment, want er speelt nog wel wat rondom nationaliteit en ook in bredere zin migratie en asiel. Dus het is volgens mij niet een kwestie van politieke discussie, maar gewoon dat we wachten op een voorstel van het kabinet op dit moment. Dan komt, zoals Jasper van Dijk zei, de discussie daarna weer. Kijk, ik denk dat je kunt de vraag stellen, ook in het begin, van waarom hebben we dit als Nederland wat restrictiever opgesteld. Nou, dan kun je de vraag stellen, hangt nationaliteit ook samen met loyaliteit? Ik denk dat het ook vooral te maken heeft met dat je wel wil dat nationaliteit, dat mensen nationaliteit hebben op het moment dat ze een band hebben met het land. En volgens mij kun je, denk ik persoonlijk, kun je best een band hebben met meerdere landen. Ofwel omdat je er zelf gewoond hebt, ofwel omdat je ouders er vandaan komen.
Alleen als je nationaliteiten onbegrensd zou maken en je kunt ze ook doorgeven van generatie op generatie, dan zou het kunnen, theoretisch gezien, dat iemand over 100 jaar en verdere generaties verder, dat iemand 5-6 nationaliteiten heeft. En het is wel zo dat een nationaliteit ook gepaard gaat met rechten die iemand heeft, maar ook met plichten. We krijgen bijvoorbeeld heel veel klachten van Amerikanen in Nederland, de zogenaamde accidental Americans, die Amerikaan zijn en daar vanaf zouden willen en dat eigenlijk niet willen en vervolgens allerlei belastingverplichtingen hebben. Dus volgens mij wil je aan de ene kant, wil je, zoals we het ook hebben afgesproken, het in de wet zodanig vaststellen dat het een verruiming is en mensen meerdere nationaliteiten kunnen hebben en die ook na 10 jaar niet automatisch verliezen. Tegelijkertijd wil je ook wel iets in de wet inbouwen dat mensen een aantal generaties verder er niet 6 of 7 hebben en dat er wel sprake is van een band met het land, vind ik persoonlijk. En daar vervolgens de juiste balans in vinden en daar de juiste, dat op een goede manier in de wet opschrijven. Daar is het kabinet nu mee bezig en dat wachten we met veel interesse af. Mm-hmm. En neemt het kabinet daarbij ook een voorbeeld aan andere landen die dit al gedaan hebben? Want die hebben eigenlijk al het wiel uitgevonden, zou je kunnen zeggen. Zal ik daar wat over zeggen? Ja? Ja. Nou ja, ook omdat, kijk, Nederland loopt natuurlijk wel echt achter. Gewoon even heel plat, als je kijkt naar de Europese Unie, 22 van de 27 landen, die staan gewoon meervoudige nationaliteit toe. En als je dan kijkt naar de ring om ons heen, Zwitserland, het VK, Noorwegen, dan zijn het ook allemaal landen die dat toestaan. Dus kijk, we moeten wel echt onze nationaliteitsrechten gaan moderniseren. Want het is niet meer zoals vroeger dat Nederlanders dan naar Canada gaan om nooit meer terug te komen, of naar Australië gaan om nooit meer terug te komen. Ja, het is nu gewoon veel dynamischer. Mensen gaan tijdelijk naar het buitenland, doen daar een partner op, gaan daar studeren, werken, blijven daar, moeten nationaliteit hebben om allerlei lastige praktische zaken te regelen. En komen dan weer terug. Ik bedoel, het zijn ook onze beste ambassadeurs in het buitenland, over het algemeen de Nederlanders. En we zijn eigenlijk het enige land die het echt ongelooflijk moeilijk voor hen maakt om daar op die manier te acteren. Kijk, ik denk zelf ook dat die wetgeving, die zal gewoon snel moeten komen. Ik ben overigens heel positief dat de SP hier nu open in staat. Dat is denk ik winst ten opzichte van hoe het was. Dus complimenten daarvoor aan Jasper van Dijk. En ik heb ooit een keer, in 2017, heb ik een conceptwet gemaakt om al die uitzonderingsgronden te schrappen. En inmiddels, na heel veel werk, nadat dat ook was een einde na het commentaar van de Raad van State. Dus als het kabinet niet opschiet, dan moeten we er zelf ook maar een keertje achteraan, omdat het voelt voor mij gewoon als simpelweg niet meer uit te leggen. Met alle uitzonderingen die er zijn, lijkt het een beetje alsof, als ik het nationaliteitsbeleid in Nederland zou moeten samenvatten, dat als je minderjarig bent, ja, dan mag je wel meervoudige nationaliteit hebben. Als je meerderjarig bent, dan wordt het eigenlijk ontraden. En dan hebben we nog de hele trits uitzonderingen die we net van onze jurist hebben gehoord. Ja, dat is een woud aan regels waarvan ik me heel goed kan voorstellen dat Nederlanders daarin verdwalen. En ik zie eerlijk gezegd ook gewoon het voordeel er niet meer van. Zeg maar, ik snap dat Ruben zegt, we willen niet 8 nationaliteiten. Maar ja, als we een probleem kunnen oplossen dat nu speelt voor 1 miljoen Nederlanders, versus een potentieel probleem over 100 jaar, ja, dan ben ik er wel voor dat we even kijken naar het probleem wat nu speelt en dat meteen oplossen. Mm-hmm. En je zegt van, het valt eigenlijk niet meer uit te leggen. Bedoel je dan aan Nederlanders of ook aan mensen in het buitenland? Nou, aan Nederlanders in binnen- en buitenland valt het denk ik nu goed uit te leggen. Hè? Ik bedoel, we hebben Marokkaanse Nederlanders die geen afstand mogen nemen van hun nationaliteit, die gewoon Marokkaanse Nederlanders zijn. Hetzelfde geldt voor Syriërs, hetzelfde geldt voor Argentijn, onze koningin. Mm-hmm. Kan niet afstand doen van haar nationaliteit en heeft dus een dubbele nationaliteit. En omgekeerd, op het moment dat je dan als Nederlander in een ander land langdurig werkzaam bent, of je wil daar een tijd blijven en je wilt die nationaliteit aannemen, dan wordt het, dan moet je je eigen nationaliteit opgeven. En dat is nogal wat, hè? Dat is nogal wat om tegen het land te zeggen waar je vandaan komt, van, nou ja, oké, ik keer dat op deze manier de rug toe met alle rechten, ja, en natuurlijk ook plichten die dat met zich meebrengt. Ik vind dat, gewoon zelf veel te ver gaan. Ik vind het gewoon ook niet van deze tijd. Dat is ook, dat zei dat ook in het begin, we moeten gewoon van die verliesgronden af, zodat niemand bang hoeft te zijn dat je nationaliteit verliest. En we moeten gewoon ervoor zorgen, en dat is volgens mij niet zo moeilijk, dat iedereen dat paspoort terug kan krijgen. We hebben de wet Chabbes gehad. Dat ging over heel specifieke gevallen. Dus ik zal niet iedereen vermoeien met de details. Maar daar hebben we gewoon een vrij simpel optierecht in elkaar weten te sleutelen, waardoor je dat weer terug kan krijgen. Nou, laten we dan zoiets ook doen in meer een algemene zin. Ja, volgens mij heeft Hermie over dat optierecht nog wel iets te melden.
Ik wilde heel graag even inhaken op Chebes, inderdaad, wat net genoemd werd. Want ik vind het zelf heel jammer dat deze uitspraak van het Europees Hof van Justitie zo streng nu in de regelgeving is gekomen. Dat het eigenlijk in de praktijk geen betekenis heeft. Dat durf ik echt wel zo te zeggen. Je moet namelijk aantonen dat je hele sterke banden hebt met Europa. Je banden met Nederland tellen niet mee. Plus het toetsmoment, dus waarnaar gekeken wordt, wanneer vond je dan onevenredige gevolgen, allemaal nadelige gevolgen, omdat je je Unieburgerschap kwijt was, ligt in het verleden. Namelijk op het moment dat je het Nederlanderschap kwijt was. En ik zei in het begin al dat heel veel mensen gewoon onbewust ook het Nederlanderschap zijn verloren. Dus dat is vaak al jaren geleden. Dat is gewoon niet te bewijzen. Dus het is denk ik iets te makkelijk gezegd dat er nu een heel mooi optierecht is voor mensen om een Nederlanderschap terug te krijgen. Want wij zien in de praktijk dat het, nou ja, niet werkt. Echt in een enkel geval als iemand in Europa is en die is net het Nederlanderschap verloren. Dan zou je misschien met dat optierecht het Nederlanderschap terug kunnen krijgen. Maar in het overgrote deel van de gevallen niet. Dat vind ik heel jammer. Ja. Nou, het haakt ook aan een vraag van Anouk uit de VS. Ze zegt, ik ben per ongeluk mijn Nederlanderschap kwijtgeraakt. Mijn man was ziek, ik kon niet naar de ambassade om iets te verlengen. En nu zijn mijn ouders ziek en gebrekkig en wil ik voor ze zorgen. Wat moet ik doen? En ik ben benieuwd of meer mensen dit herkennen. Dat als hun ouders of dierbaren in Nederland zorg nodig hebben, dat ze tegen een probleem aanlopen. Zouden jullie dat in de chat met ja kunnen beantwoorden? Of ja, ik zie al, ik herken die situatie. Ja, ja, dus dat is iets wat vaker voorkomt. Wie wil daarop reageren? Want dat is natuurlijk heel schrijnend als je niet je familieleden kan helpen, omdat zij, mensen zijn er bang voor ook. Is er iemand die daar van de... Dat wil ik wel doen, hoor. dit is inderdaad, veel mensen reageren hierop met herkenbaar. Mm-hmm. Als we zo naar de afgelopen tijd kijken in de Nederlandse politiek, dan hebben we het vaak over maatwerkoplossingen. Het zou eigenlijk mogelijk moeten zijn, maar ik ben ervan overtuigd, maar dat is dan misschien een politieke opvatting, dat wanneer er een politieke wil is, dat daar een weg voor zou moeten zijn. Ik beklaag me erover dat we in Nederland de afgelopen jaren zaken zo ingewikkeld hebben gemaakt, ook met betrekking tot het nationaliteitsrecht, dat het eigenlijk niet zo ingewikkeld zou moeten zijn om dit te herstellen. Heel veel mensen zitten hiermee. En dan denk ik met name aan situaties waarbij er geen consulaten of ambassades in de buurt zijn van landen waar Nederlanders wonen. Ik ken een voorbeeld uit Afrika. Even het land is me ontschoten. Maar die zou niet in het land waar hij woonde naar de ambassade of een consulaat kunnen gaan. Die zou een paar uur in het vliegtuig moeten zitten om dat te kunnen regelen. Nou, dit zijn precies die zaken. Ik zie ook in de reacties bijvoorbeeld dat er geen ambassade is in Ecuador. Maar ook in veel Afrikaanse landen. Met de digitalisering van dit moment zou er echt wel mogelijk moeten zijn om dit op te lossen. En daarvoor is het belangrijkste ingrediënt, en daarvoor ontstaat er gelukkig nu ook een meerderheid in de Tweede Kamer, is echt politieke wil. En het is ook aan ons, aan de collega's die ook vandaag aanwezig zijn, om het kabinet op te roepen om dit zo snel mogelijk te regelen. En daarbij ook heel goed te luisteren naar de inbreng van Nederlanders in het buitenland. Ja, want ik heb eigenlijk nog steeds niet echt een antwoord gekregen op mijn vraag waarom Nederland hier zo achterloopt ten opzichte van andere landen. Ja, ik zie dat Jasper daarop wil reageren. Nou, ik wil een vraag stellen aan mijn collega's uit de coalitie. Want ik zit hier, er staan twee passages in het regeerakkoord over nationaliteiten. De ene is dat mensen die een dubbele nationaliteit hebben en daarvan af willen. Dat voorbeeld kwam al even voorbij. Dat kunnen bijvoorbeeld Marokkanen zijn. Daarvoor komt een privaatrechtelijk Nederlands register ongewenste nationaliteit. Dat lijkt me heel terecht. En je hebt de andere zaak waar we het vanavond over hebben. Mensen die juist hun dubbele nationaliteit willen houden.
daarover komt ook een regeling. Nou weet ik dat dat ook al in het coalitieakkoord van Rutte 3 stond opgeschreven vanaf 2017. En mag ik aan de heren vragen, hoe komt het dat er nog steeds niet een voorstel naar de Kamer is gegaan? Goeie vraag. Van 2017 kan ik dat wel uitleggen. Ik weet niet of mensen heel erg zitten te wachten op een close reading van het regeerakkoord destijds, maar dat is een van mijn grote teleurstellingen. Daarin hadden we opgenomen dat we de meervoudige nationaliteit zouden verruimen voor de eerste generatie, maar dat dan vervolgens er een keuzemoment zou komen in de volgende generaties. Iets wat mijn partij natuurlijk niet heel licht viel, maar wat ons toen een soort van compromis leek om in ieder geval een stap vooruit te zetten, zodat iedereen nu wel nationaliteit, dubbele nationaliteit zou kunnen aannemen en dat daarna dan een keuzemoment zou kunnen komen. Nou, met pijn en moeite, maar uiteindelijk bleek volgens mij volgens juridisch advies van het ministerie van Justitie en Veiligheid dat dat keuzemoment een dermate grote rechtsongelijkheid met zich mee zou gaan brengen, dat het onuitvoerbaar zou zijn en ook tegen de grondwet zou gaan. Nou, mijn partij gaat niks doen wat tegen de grondwet ingaat, dus daar alle begrip voor, maar vervolgens was er geen draagvlak in de toenmalige coalitie om dan wel het eerste deel van het regeerakkoord, namelijk die verruiming, uit te voeren. In alle eerlijkheid, dat was ook de package deal destijds, dus ik snap dat daar politiek gezien aan wordt vastgehouden. Maar als ik daarover nadenk, ja, ik snap gewoon nog steeds niet, maar dat is misschien mijn eigen beperkte vermogen, ik snap gewoon nog steeds niet goed wat de argumenten tegen meervoudige nationaliteit zijn. Ik bedoel, er zijn heel veel voor. Die hebben we net ook, denk ik, toen dan heeft hij opgesomd. Ik zie echt heel veel voorbij in de chat komen van argumenten voor. Maar de argumenten tegen, die ontschieten mij eerlijk gezegd. Ik weet gewoon niet waarom het zo moeilijk is. Dat is een hele goede vraag en die vraag heb jij niet alleen, Jasper, die hebben ook heel veel mensen die nu aan het luisteren zijn. Dirk van de VS vroeg bijvoorbeeld, wat zou een nadeel kunnen zijn dan van een dubbele nationaliteit voor Nederlanders? Wat is het probleem? Weet iemand daar het antwoord op? Misschien Hermie, weet jij je? Omdat je... Ik vind het ook een goede vraag. Ja. Nou ja, misschien mag ik daar dan op zeggen. Wat de coalitie terecht aangeeft, dat is dus die andere passage over nationaliteiten in het regeerakkoord. Dat zijn dus mensen die nu een dubbele nationaliteit hebben in Nederland en daar graag van af willen. Ja. Bijvoorbeeld Marokkanen, maar die mogen niet van hun Marokkaanse nationaliteit af, wat buitengewoon vervelend is. En daarom hebben die mensen ook een petitie aangeboden bij ons. En die zeggen, wij willen van onze Marokkaanse nationaliteit af. Nou, dat is totaal precies het omgekeerde van waar we het vandaag over hebben. Maar jouw vraag was, wat kan er nou tegen een dubbele nationaliteit zijn? Dit is daar een antwoord op. Deze mensen willen toch... om hun eigen redenen van die andere nationaliteit af. Je hebt ook in Turkije, heb ik ook wel eens kamervragen over gesteld, Turkse mensen in Nederland, die moeten dan vanwege Turkse nationaliteit in Turkse dienstplicht. Dus wellicht kan Toenahan daar meer over vertellen, maar dat kan soms ook heel vervelend zijn voor mensen om die plicht dan te hebben. Jasper, ik ben het eens met dat als je een verplichte dubbele nationaliteit hebt, dat heel vervelend kan zijn. Hè? Dat, ik bedoel, daar hebben Accidental Americans hebben daar last van. Inderdaad, sommige Marokkaanse Nederlanders hebben daar last van. Sommige Syrische Nederlanders overigens ook. Die zitten niet overweldigend nog in deze chat. Maar ik zou zeggen, het echte liberale antwoord daarop is, je moet vrij zijn om een meervoudige nationaliteit aan te nemen. En je moet vrij zijn om ook afstand te doen van je meervoudige nationaliteit. En bij situaties waarin dat niet kan, dus landen als Marokko, ja, dan moet de overheid je of assisteren of inderdaad zo'n register bij de gemeente opperen, waar je dat dan alsnog meer symbolisch zou kunnen doen. Maar ik vind dat zelf, ik snap de poging, maar ik vind dat zelf niet een heel goed argument tegen meervoudige nationaliteit, als je en hebt, zal ik maar zeggen. Mag ik daar ook op reageren? Wanneer het gaat over Nederlanders met bijvoorbeeld een Marokkaanse achtergrond of een Argentijnse achtergrond die niet van een dubbele nationaliteit af kunnen. Daar is in de Kamer is daar breed draagvlak voor. Volgens mij van links tot rechts 150 Kamerleden die tegen een verplicht behoud van nationaliteit zijn. En volgens mij hebben we daar geen discussie over in de Kamer. Het zou ook wel mogelijk moeten zijn om afstand te nemen van een nationaliteit. Alleen het probleem is dat wij daar als Nederlands parlement niet alleen over gaan. Daar gaat bijvoorbeeld in dit geval gaat Marokko er ook over. En dan is het nodig om de diplomatieke kaart en diplomatieke druk te zetten op Marokko om ervoor te zorgen dat dat wel mogelijk wordt gemaakt.
Volgens mij zijn we het daar ook allemaal over eens. Het tweede punt is het voorbeeld van waarom mensen tegen de dubbele nationaliteit zijn. Ik zei net al van, ik denk dat we in Nederland daar echt een krampachtige discussie over hebben gevoerd in de afgelopen jaren. Maar Ruben zei net volgens mij ook wel iets terecht. En ik kan dat als ervaringsdeskundige wel beamen. Het gaat om een stelsel van rechten en plichten. En in het geval van Turkije is het zo dat er vroeger sprake was van een dienstplicht. En dat is dan zo dat wanneer je als Nederlands burger in een vreemde krijgsmacht gaat, dan is dat ook weer een reden tot ontheffing van een nationaliteit. Volgens mij is dat het enige voorbeeld wat nog enigszins zou kunnen stroken, maar dat geldt dus niet meer. Hè? Want het is voor Turkse staatsburgers met een Nederlandse nationaliteit is het niet meer verplicht om in dienst te gaan, in dienstplicht te gaan in Turkije. Dan blijft er volgens mij ook geen enkele terechte reden over om een verbod te hanteren voor een dubbele nationaliteit. Ja. Oké, nou, ik zie heel veel mensen die willen terug naar het onderwerp van Nederlanders in het buitenland. Die een dubbele nationaliteit willen hebben. Dus daar gaan we nu naar terug. Eigenlijk als ik jullie allemaal zo hoor, dan denk ik van hoe kan het nou dat dit nog steeds niet gebeurd is? En, want iedereen lijkt het ermee eens te zijn dat het een goed idee is. Dus ik hoorde jou toen ook zeggen van nou, we moeten het nu gewoon gaan doen. Is dat ook het plan? Want ja, het heeft al eerder in regeerakkoorden gestaan. Het is al eerder op de agenda geweest. En toch is het nog steeds de situatie zoals die is. Dus hoe kan dat? Kijk, daar helpen dit soort gesprekken bij. En met de aanwezige collega's. We zien elkaar volgens mij morgenmiddag weer. Ja, laten we met elkaar een afspraak maken om het kabinet te vragen zo snel mogelijk met het beloofde wetsvoorstel te komen. Dat is volgens mij een eerste goede stap die we met elkaar kunnen zetten. Gehoord het gesprek vandaag en gehoord de punten waar vandaag de deelnemers mee leven. Mm-hmm. Oké. En Ruben, want wij hebben gezien dat als de VVD ook om zou zijn, dan zijn er genoeg stemmen in de Tweede Kamer om dit voor elkaar te krijgen en ook in de Eerste Kamer. Wat is jouw reactie daarop? Nou ja, mijn reactie is dat we een hele duidelijke afspraak in het regeerakkoord hebben gemaakt. En die was echt anders, wat Sjoerd ook toelichtte, dan in het vorige regeerakkoord. Ik weet dat we niet terug willen naar de vorige discussie, maar in mijn partij is er altijd heel veel discussie over dit onderwerp geweest. En daar was het argument altijd juist dat we, kijk, er is niemand die een probleem heeft met Nederlanders die naar het buitenland gaan en vervolgens een band met Nederland hebben en Nederlander willen blijven. Alleen de keerzijde is ook dat mensen die hier naartoe komen en een band hebben met een ander land en ook de verplichting of het nou om dienstplicht gaat of zo, die nationaliteit behouden. Dus waren er in mijn partij veel mensen die ook zeiden van nou, we willen op een gegeven moment als mensen hier decennia lang wonen of een langere tijd wonen, dat ze dan ook voor het Nederlanderschap kiezen. En er is ook een lange discussie geweest van kun je nou een onderscheid maken tussen Nederlanders die naar het buitenland emigreren, dus emigranten, versus mensen die hier naartoe komen, immigranten. Daar hebben we in de vorige kabinetsperiode ook juristen heel goed naar gekeken. Maar dat kon niet. Weet je, je kunt niet mensen op die manier ongelijk behandelen. Mm-hmm. Nou, dus even kort samengevat. De vorige keer was de afspraak tussen de partijen echt anders, zoals Sjoerd ook zei. Nu is er niet een clausulering, maar gewoon gezegd, we gaan dit verruimen. Dus we gaan dat gaat het kabinet ook gewoon doen. En wanneer dat precies haalbaar is, ja, het is een beetje moeilijk om dat aan een Kamerlid en niet heel zuiver om dat te stellen, want dat ligt bij het kabinet. Maar wat mij betreft zit daar geen belemmering op. En kan dat, wat mij betreft, kan dat op korte termijn. En het is gewoon aan het kabinet hoe snel ze daarin kunnen leven. Mm-hmm. En toch snap ik nog één ding niet. Want je zegt van nou, een van de belemmeringen is mensen hier in Nederland met een migratieachtergrond die nog een band hebben met hun land van herkomst. Omdat, weet je wel, dat zijn twee verschillende groepen. Die moet je gelijk behandelen. Maar alle landen binnen Europa hebben dat toch ook, alle andere landen. Waarom is het voor hun dan geen probleem? Of een minder groot probleem om die dubbele nationaliteit toe te staan?
Nou ja, kijk, ik probeer het even in een paar zinnen te schetsen wat mensen die hier tegenstander van wat die als argument gebruiken. Alleen volgens mij heeft het niet zoveel zin, ook voor deze groep die nu kijkt en luistert, om daar zeg maar uitgebreid op terug te blikken. Of om dat zeg maar helemaal, waarom zijn mensen daar tegen of waarom zijn ze daarvoor? Kijk, volgens mij is nu gewoon om die duidelijkheid te geven aan iedereen, die afspraak in het regeerakkoord die staat. En dat betekent voor de mensen die hier tegenaan liepen of tegenaan lopen, dat het een verruiming is. En dat mensen, als straks de wet is aangepast, meerdere nationaliteiten kunnen behouden. En dat voor een hele grote groep dat het teruggedraaid gaat worden. En dat is, wat mij betreft, is dat gewoon het uitgangspunt. Mm-hmm. En naar die afspraak, daar houden we ons aan. Mm-hmm. Oké. En dat geldt ook voor de andere Kamerleden. Ja, van Jasper weet het al, hè? Die wil eerst het voorstel zien. Ja, Jasper, houd jij ook aan het regeerakkoord? Nee, dat geldt natuurlijk, ook voor de coalitiepartijen. Ik vroeg me al af je dat zou vragen, ja. Nee, ja, kijk. Nee, je zegt het heel goed. Maar het is voor mij ook een raadsel, want dit kabinet is ook alweer een tijdje aan de slag. En het is er maar niet. Dus het roept toch een beetje de vraag op bij mij van... loopt het niet helemaal lekker op dat ministerie van Justitie, waar het vandaan zal komen, neem ik aan? Zijn daar dan toch nog belemmeringen? Waarom is het er niet al lang? En ik ben klaar voor het debat. Kom maar op. Ja, nou, ik heb ook nog een vraag over dat begrip verruiming. Want het klopt dus dat... Want wat houdt verruiming precies in? Het klopt dus dat daarna die dubbele nationaliteit geen... belemmering meer is, dus dat je die gewoon kan hebben tenzij er een reden is om die niet te hebben. Want dat is eigenlijk het standpunt van de Stichting Nederlands Buiten Nederland. En dat het makkelijker is om hem weer terug te krijgen. Dus niet zo ingewikkeld als Hermie net heeft uitgelegd, van dat je helemaal in Nederland moet gaan wonen en verblijfsvergunning moet aanvragen, et cetera. Klopt dat? Ik zie Ruben achterover gaan zitten. In ieder geval staat het in, ik zal het ook even heel specifiek noemen, dat gaat daar waar het gaat om het herkrijgen, is het gelimiteerd tot na 1 april 2003. Dus niet voor 1 april 2003, maar na 1 april 2003. Ik denk dat het wel goed is om even, om daar niet te doen alsof het tot in het einde der tijd is. Nogmaals, ja, het is, voelt een beetje willekeurig, maar iedereen die het na 1 april 2003 verloren is, die kan het makkelijker herkrijgen. Okay. Maar nogmaals, ja, die verruiming, kijk, ik ben heel benieuwd ook hoe Erik van den Burg dat oppakt. Ik ben het ook eens met Toenehan. Ik bedoel, dat zou met de grootst mogelijke spoed moeten. En ik weet zelf, uit enige ervaring wel, dat de juristen bij JNV zijn misschien wel druk, maar de nationaliteitsjuristen, die hoeven geen andere dingen te doen. Dus die kunnen hier gewoon hard mee aan de slag. En dat zou volgens mij ook moeten. En ik vind op zich zijn oproep om gewoon daar morgen gezamenlijk naar te vragen, om dat zo snel mogelijk te laten gebeuren, lijkt me echt een prima oproep. Maar Het is natuurlijk ook belangrijk dat die verruiming zo ruim is dat de zorgen van de mensen in deze... staatssecretaris van de Burg van Asielzaken, ik praat te snel. Maar het is denk ik ook wel belangrijk voor de mensen in deze chat dat die verruiming inderdaad zo ruim is. Dat de zorgen die hier, denk ik, terecht leven, wat gebeurt er als ik een nationaliteit aanneem en onder welke voorwaarden kan dat? Ja, dat die zorgen met die verruiming ook worden weggenomen. Dus ja, wat mij betreft zo ruim als mogelijk, want wat ik al eerder zei, het is gewoon echt niet meer van deze tijd. Ja. Oké, nou, het klinkt eigenlijk heel positief. Ja, ik ga gewoon nog een vraag stellen van mensen die vragen hebben ingestuurd. Zijn jullie ervan bewust dat ondernemers in het buitenland, Nederlandse ondernemers, het veel moeilijker hebben? Omdat het allerlei vragen oproept, zeg maar, bij het land waar ze wonen. En het voor hun veel moeilijker is om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. Dat vraagt hij zich af. Ze woont in Nieuw-Zeeland. Was het, Zeker. Nee, dus kijk, volgens mij... Kijk, het zijn met name de Nederlanders die langere tijd in het buitenland wonen en bijvoorbeeld inderdaad een onderneming willen starten. Of in sommige gevallen ook als je een huis wil kopen. Of
En inderdaad het voorbeeld wat genoemd werd, Nederlanders die terug willen omdat ze bijvoorbeeld een mantelzorg of voor een andere reden of nog dingen in Nederland willen regelen. Dat zijn inderdaad groepen waar ik vaak van hoor dat ze tegen dit probleem aanlopen. Of inderdaad, ik zie in de chat, als je met gezinssamenstelling daar tegen issues aanloopt. Kijk, er zijn ook groepen, ik heb zelf in het buitenland gestudeerd. Kijk, dan hoef je niet een andere nationaliteit en dan ben je ook verbannen om binnen een paar jaar weer terug te gaan. Dus er zijn een heleboel Nederlanders in het buitenland die hier niet direct last van hebben. Want als je, wat ik zeg, als je na een paar jaar weer terug wil en niet een andere nationaliteit, heb je dat probleem niet. Maar juist ondernemers, mensen die een huis willen kopen, als je langere tijd naar het buitenland wil en soms ook met kinderen, dan is het een groot probleem. Dus wat dat betreft is het voor die groep is het heel goed dat die groep is het goed dat deze aanpassing komt. Mm-hmm. Oké. Okay. Hermy, wat is jouw reactie als je dit alles zo hoort? Want straks heb jij misschien geen werk meer als ik al de kamerleden mag gelopen. Nou, we hebben werk genoeg, maar misschien dan wat minder nationaliteitszaken. Het zou wel mooi zijn. Het klinkt allemaal heel positief. Beter dan ik verwachtte van tevoren. Maar ik vraag me dan af wat dat wetsvoorstel, dat was initiatiefwetsvoorstel van PvdA en D66, om dubbele nationaliteit mogelijk te maken. Ik dacht uit december 2016. Nou, volgens mij is het nog steeds aanhangig, maar is dat dan het wetsvoorstel waarvan daarin vertrokken wordt? Wordt dat dan behandeld? Of wat gebeurt daar eigenlijk mee? Mm-hmm. Want dat vond ik een heel mooi wetsvoorstel. Oké. Okay. Ja, goede vraag. Zal ik daar kort op antwoorden bij een afwezigheid van mijn PvdA-collega's? Toen we dit indienen hadden zij nog wat meer zetels open. Dus zij moeten hun tijd wat meer spreiden dan wij tegenwoordig. Dat wetsvoorstel is inmiddels nagenoeg af. Dus we hebben destijds hadden we een conceptwetvoorstel. Daar heeft de Raad van State zoals dat gaat, het is een vrij lange procedure, mag daar dan advies over geven. Die nemen daar ook enigszins de tijd voor. En vervolgens krijgen de indieners de gelegenheid om dan weer op dat advies te reageren en weer redactieslagen aan te brengen op zowel de wet als de memorie van toelichting. Zou je niet helemaal vermoeien met de wetstechniek, maar het is nogal wat werk voor een Kamerlid om te doen, omdat voor jullie beeld, we hebben ongeveer anderhalve medewerker gemiddeld. Dat geldt voor Jasper, Toenhan en Ruben. En daarmee moeten we alles doen. Debatten, kamervragen opstellen, burgers te woord staan. En dus ook initiatiefwetgeving. Maar inderdaad, die wet die hebben we toen in elkaar gesleuteld met veel werk. En die is dus bijna af. Dus op het moment dat onze staatssecretaris niet doorkomt, lijkt me dit een prachtig stok achter de deur. Mm-hmm. Want is dat dan vergelijkbaar met die verruiming in het regeerakkoord? Of hoe staat dat tot elkaar, zeg maar? Ons wetsvoorstel destijds, ik zal het even kort toelichten, dat bevatte eigenlijk een vijftal elementen. Waarvan één inmiddels is achterhaald, maar vier niet. Eén is dat de plicht tot het doen van afstand van de oorspronkelijke nationaliteit bij het aannemen van een nieuwe nationaliteit zal worden geschrapt. Het tweede is het verlies van het Nederlanderschap bij langdurig verblijf buiten het grondgebied van de Europese Unie zou dan worden geschrapt. Dus dan hoef je ook niet meer te verbreden. Dat is natuurlijk ook onzinnig dat je de hele tijd moet verlengen. Dat is gewoon een rare administratieve romslomp waar niemand wat aan heeft. Het zou een nieuw optierecht introduceren van ieder die het Nederlanderschap is verloren op of na 1 april 2003. En ik zag in de chat wat vragen over waarom 2003. Dat heeft te maken met de herziening van de Rijkswet Nederlanderschap van destijds. Dat is eigenlijk de laatste grote herziening. En vier, dat betekent ook dat we dan het hoofdstuk 1, dat zal jullie niet minder interesseren, maar hoofdstuk 1 van het verdrag betreffende de beperking van de gevallen van de meervoudige nationaliteit moeten opzeggen. Maar daar zouden we ook niet de eerste mee zijn. Inmiddels hebben heel veel landen ter wereld ook opgezegd, maar die houden dan wel vast aan het deel waar ook Toenhan het even over heeft, het voorkomen dat je wordt opgeroepen voor militaire dienstplicht in een land waar je eigenlijk niet wil verschijnen. Mm-hmm. Dat is in het kort het wetvoorstel. En dat schrapt eigenlijk alle uitzonderingsbepalingen waardoor niet het streven meer is naar enkelvoudige nationaliteit, maar de gewoon meervoudige nationaliteit niet de norm wordt, maar gewoon de mogelijkheid wordt zonder dat je daarvoor gestraft kan worden. Mm-hmm. En je zegt het is bijna af. Dus wanneer is het af? Ja, ik aarzel een beetje om daar om daar een datum op te plakken in alle eerlijkheid. En dat is niet om flauw te doen, maar het is gewoon omdat het echt veel werk is voor ons. Maar in principe hebben de meeste redactionele dingen van de Raad van State hebben we beter voor elkaar weten te boksen.
Dus ik zou zeggen, ja, op het moment dat Erik van den Burg aangeeft waar hij mee, de staatssecretaris aangeeft waarmee hij komt, kunnen we zien of het nodig is. En ja, als het nodig is, dan zullen we hiermee aan de slag gaan. Dus dat kan wat mij betreft bijna elk moment. En voor de mensen die vragen het wetvoorstel te zien, het conceptwetvoorstel moet ik zeggen, dat is te vinden op de website van de Raad van State. Maar graag wel in uw achterhoofd houden dat ik dat wetvoorstel inmiddels dus weer heb aangepast. Dus wat je daar ziet is het wetvoorstel zoals we hebben ingediend bij de Raad van State. En we hebben dat inmiddels weer, na een herzieningsslag, hebben we dat weer bijgesteld en weer geüpdate. Dus het is niet de allerlaatste vers. Mm-hmm. Dus eigenlijk is die verruiming in het regeerakkoord het eerste waar we heel van kunnen verwachten. En dan hopelijk dat wetsvoorstel wat ook wordt aangenomen. En dan, dan is het probleem opgelost, zou je zeggen. Ja, daar moeten wel meerderheden zijn voor. Hè? Ik bedoel, het is niet dat snap ik. Ik zou heel graag willen dat in... Nou ja, dat zou ik dan ook ik zou niet willen dat in Nederland onze wil wet is. Dat lijkt me zeer onverstandig. Nee, dat snap maar ik. Het is wel zo dat er meerderheid nodig is om dit soort dingen mogelijk te maken. Mm-hmm. Maar goed, op zich lijkt de sfeer vanavond constructief en meedenkend. Dus mm-hmm. Ja, wie weet wat er mogelijk is. Ja, nou is hier wel één grote afwezige. En dat is het CDA. Die zouden komen, maar die hebben afgezegd. En die hebben misschien nog wat haken en ogen bij dit onderwerp. Toch? Goedenavond. Agnes Mulder hier. Ik krijg mijn beeld nog niet van het CDA. Oh, wat fijn. Wat fijn. Andere meetings. Maar ik weet niet precies op welke haken en ogen u het heeft. We hebben er in ieder geval afspraken over gemaakt. Dat heeft Sjoerd, zag ik net in beeld, vast verteld in de coalitie. Mm. En ik ga ervan uit dat die ook worden opgepakt, zeg maar, door het kabinet. En op het moment dat er dan een voorstel ligt, dan kunnen we ook, denk ik, goed bekijken hoe het zit met die haken en ogen, waarvan u denkt dat die er voor ons zijn. Ja, en zijn die er ook of zie ik dat verkeerd? Nou, volgens mij hebben wij ook in ons verkiezingsprogramma er het een en ander wel over gezegd als CDA. Dus ik weet eigenlijk niet op welke haken en ogen u precies doelt. Misschien kunt u wat concreter zijn. Nou, over bijvoorbeeld de loyaliteit, het gezin als hoeksteen van de samenleving. Ja, ik had... misschien is het er niet zo. Ik had dat begrepen, zeg maar. Dat er dat vooral het CDA wat... lastig vond, die dubbele nationaliteit. Maar als dat niet zo is, dan hoor ik dat graag. Nou, kijk, we hebben een verkiezingsprogramma. Ik hoop dat u mij inmiddels ook in beeld ziet. Dank dat ik nog even mee mag doen. Ook al kom ik dan nogal laat de uitzending in. Waarvoor excuus, maar op het laatste moment heeft vanavond een collega van mij moeten afzeggen. Ja, ik had zelf andere afspraken staan, maar Jan weet dat ik altijd heel erg betrokken ben ook op dit onderwerp. Jan Joost, heel actief ook, denk ik, voor iedereen die hier vandaag de bijeenkomst volgt. Dus een van onze meest actieve leden in het buitenland. We zijn ook erg dankbaar dat hij zo actief is voor iedereen die in het buitenland is. We zijn ons van bewust dat er heel veel mensen tegen dit probleem aanlopen. En we hebben daar ook oog voor. Dus we willen kijken hoe we dat gaan doen. Daarvoor hebben we ook in het regeerakkoord afspraken gemaakt. Kijk, als wij daar echt niks aan zouden willen doen, hadden we dat niet gedaan bij het regeerakkoord. En het regeerakkoord is kort. Dus niet alles staat erin. Dit staat er wel in. Dus dan mag u ook van ons verwachten dat we daarmee aan de slag gaan. Mm-hmm. Dus u vindt het wel een heel belangrijk onderwerp. En u begrijpt wat de problemen zijn. Ja. Ja. Okay, in mei zijn wij in Washington of Washington en New York geweest. Daar zijn we ook naar een meeting geweest van de club, die ook hier heel actief is en betrokken is. En ook daar hebben we met elkaar gezegd, laten we kijken hoe we dit kunnen gaan doen. Alleen het is natuurlijk wel uiteindelijk aan de regering om dit uit te werken en om dit ook aan de Kamer dan voor te leggen. Mm-hmm. Ja, en ik zie heel veel vragen in de chat die zeggen, wat is nu het standpunt van het CDA? In twee zinnen, dat hebben de anderen ook allemaal gedaan. Ja, dat wij zeggen van
In het verkiezingsprogramma, ik zal het gewoon even, misschien is dat het handig gewoon dat ik dat even voorlees. Ik ben niet de woordvoerder op dit terrein, dus vergeeft u mij dat ik niet alle ins en outs hier helemaal up-to-date heb. Ik kom net ook uit een andere vergadering, maar ik vond het belangrijk om erbij te zijn dat ook u weet van het CDA dat we dit een belangrijk onderwerp vinden. Dat er dus meer dan 1 miljoen Nederlanders in het buitenland wonen, waarvan velen nog zeer betrokken zijn bij de Nederlandse samenleving. En zij vormen tevens een belangrijk netwerk voor Nederlandse ondernemers die ook internationaal zaken doen. Dat zien wij ook op al onze reizen, zeg ik even bij. En daarmee versterken zij, dus eigenlijk u, want u bent met bijna 800 vanavond in de call. En u versterkt ons ook als Nederland daarbij. En dat waarderen wij ook. En wij proberen ook te voorkomen dat, dat u dan in het buitenland de Nederlandse nationaliteit onterecht zou verliezen. Dat is wat er in het verkiezingsprogramma van het CDA staat. Ja, en als het wetsvoorstel erdoor komt, of in ieder geval voor wordt gelegd, zal het CDA dat dan ook ondertekenen? Nou, als dat het wetsvoorstel lijkt mij dan de uitwerking van wat we hebben afgesproken in het regeerakkoord, dan lijkt mij dat daar ook van ons een handtekening onder komt. Maar nogmaals, ik ben niet de woordvoerder. En ik hou voor iedereen die nu een ja of een nee wil horen. We gaan altijd echt bekijken van wat ligt er op tafel. Wat zijn de haken en ogen? Maar de intentie is dat u als Nederlands in het buitenland op die manier dat verliest. En dat heb ik u net ook voorgelezen wat er in ons verkiezingsprogramma staat. Ja, oké. Nou, het is nu 9:03. Dus we moeten eigenlijk gaan afronden. Van u hebben we het net gehoord. Ik wil nog even van alle Kamerleden horen hoe ze hiermee verder gaan. En dan gaan we stoppen voor vanavond. Dus, mag ik u misschien nog even wat vragen? Dus ik zie van alles ook door mijn beeld heen gaan. Mensen hadden misschien iets anders willen horen, dat weet ik niet. Maar misschien mag ik wel op hen nog laten reageren. Dat u, hun gegevens ook aan mij door wil geven. Dat ik kan mailen of dat u dat voor mij verzamelt. Dat de mensen ook even een antwoord krijgen. Want ik hecht eraan, ik ben niet de woordvoerder. Ik heb hier wel graag voor u willen zijn. Ik ben van goede intenties om ook echt de problemen die er zijn, om ook die op te pakken. Ja, nee, dat is goed. Dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Nou, Jasper van Dijk. Waarmee ga je verder naar dit debat? Nou, ik dank iedereen hartelijk voor dit gesprek. Dit maakt gewoon heel goed duidelijk waar het over gaat. En kijk even in de chat en je ziet hoe bevlogen iedereen erin zit. Ik ben heel duidelijk geweest. Ik sta welwillend tegenover dit voorstel van de coalitie. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Maar we gaan uiteraard het wetsvoorstel bekijken als het er ligt. En dan ga ik het met mijn fractie bespreken. En dan maken we een eindoordeel op. Maar dit is heel goed. Lobby is overduidelijk. Blijf ons bestoken met uw pleidooi. En dan komen we uiteindelijk, als die wet een keer naar de Kamer komt, tot een mooi besluit. Oké. En dan Toenan Kuzu. In de eerste plaats bedankt de organisatie die dit heeft geregeld. En dank aan alle mensen die hebben deelgenomen. Het maakt volgens mij heel helder waar heel veel mensen mee zitten. Voor ons was dit geen vraagstuk. Wij waren een voorstander en zullen een voorstander blijven. En toch zou mijn oproep richting de collega's zijn: laten we versnellen waar mogelijk. Ja, dat is ook wat ik in de chat zie langskomen. Deadline, mensen willen duidelijkheid en versnellen. Ja, dus is er een deadline mogelijk om die aan te geven? Ja, kijk, ik zou graag willen dat wij als Denk niet 3 zetels hadden, maar 30. Nou, dan had ik wat meer in de melk te brokkelen. Dus wat dat betreft kijk ik echt naar de collega's die in de coalitie zitten. Ik heb Short vandaag hele mooie dingen horen zeggen. En Ruben ook. Maar van Short, de punten van Short vond ik toch net iets beter. Dus ik hoop dat onze collega's in de coalitie hier echt vaart achter willen zetten. En wij zullen ze aansporen waar mogelijk. Mm-hmm. Nou, brokkel wat je hebt in de melk, zou ik zeggen. Short.
Ja, heel hartelijk dank ook aan iedereen. Want volgens mij zijn de tijdzones lopen bijna van Nieuw-Zeeland tot Canada. Dus volgens mij zijn er sommige mensen midden in de nacht opgebleven om met ons in gesprek te gaan. En dat wordt natuurlijk echt enorm, enorm gewaardeerd. Ik voel mee met iedereen die zegt deadline. Dat zeg ik ook al heel vaak tegen mijn medewerkers. En die kijken dan met slapeloze ogen aan nog een deadline. Maar we gaan, ik denk dat het wel, dat we in ieder geval vrij snel, dat zou in ieder geval mijn voorstel zijn, dat we vrij snel de staatssecretaris gewoon formeel kunnen vragen, hoe zit het eigenlijk met die plannen? En ja, er is een termijn voor Kamervragen, die is 6 weken. Dus dat betekent in principe dat we binnen 2 maanden zouden moeten weten hoe het kabinet hierin staat. En dan zouden we de volgende stap moeten kunnen nemen. Nou, dat hoop ik. Ik hoop eigenlijk dat het kabinet dat gewoon uit zichzelf gaat doen. En dat wij dan als cheerleaders langs de zijlijn kunnen staan. En mocht dat niet zo zijn, dan zullen we eens kijken of we met iets van onszelf een meerderheid in de Tweede Kamer kunnen regelen. Maar het is echt nog wel een serieus gevecht. En daarvoor is jullie steun hartstikke nodig. En ik zou zeggen, voor diegenen van jullie die nog vragen hebben die niet beantwoord zijn, ik zal zeker in de chat even mijn e-mailadres zetten. En dan kunnen die vragen daar naartoe. Reken wel op enige dagen voor de beantwoording, want ja, dat doen we ook meestal zelf. Veel dank. Okay. Nou, jij ook bedankt. En Ruben? Ja, tot slot ook veel dank uiteraard voor meer dan bijna 400 mensen die eraan hebben deelgenomen. Dus dat is echt ontzettend mooi. Toont ook de betrokkenheid bij dit thema vanuit mensen over de hele wereld. Ik sluit me aan bij wat Sjoerd zei. Volgens mij moeten we gewoon in het eerstvolgende debat dat we hebben met de staatssecretaris, en die zijn er een paar in de komende maand, kunnen we vragen wat de tijdslijnen zijn die hij voor ogen heeft. En op het moment dat dat te lang duurt, dan kunnen we hem vragen om daar vaart mee te maken. Want zoals we allemaal weten, op het moment dat een wetsvoorstel van het kabinet er ligt, dan moet zo'n wet nog allerlei stappen door om uiteindelijk aangenomen te worden door zowel de Tweede Kamer, Eerste Kamer, Adviesraad van State en zo. Dus het is goed als die eerste stap, als die op korte termijn wordt gezet. En dat volgens mij dit gesprek wat we met elkaar hebben gehad, dat toont des te meer de urgentie aan. En ook goed omdat een aantal mensen dat ook via de chat en via de vragen die hebben gesteld ook nog weer persoonlijk hebben kunnen illustreren. En ik sluit me heel graag aan bij Sjoerd. Kom op de lijn als er specifieke issues zijn. Dat kan zowel wat betreft de dubbele nationaliteit, maar ook andere zaken waar je tegenaan loopt. We hebben deze week hebben we toevallig een debat over consulaire zaken. Dus dat gaat over al datgene waar je tegenaan loopt als het gaat om dienstverlening vanuit de Nederlandse overheid. Sjoerd en ik zetten ons er altijd voor in om zoveel mogelijk bijvoorbeeld te digitaliseren en daar ook vaart mee te maken. Dus ook het voorbeeld van Ecuador, van mensen die zeiden er is geen ambassade in ons land. Dus er zijn bijvoorbeeld ook proeven met DigiD zijn er al geweest. Dat bestaat nu, dat mensen online DigiD kunnen aanvragen. Nou, dat vinden Sjoerd en ik in ieder geval een hele goede stap. En ik verwacht Jasper en Toenan ook. Dus weet je, dat soort dingen, daar sporen wij het kabinet ook aan om daar verdere stappen in te zetten. Dus ook als er op dat punt specifieke punten zijn die we ons willen meegeven, dan doe dat vooral nog deze week. Want we hebben daar een debat over. En dan kunnen we ijzer smeden als het heet is. En mijn e-mailadres is net als bij de andere Kamerleden gewoon echt.brekelmans. Als ik niet meer de kans heb om het in de chat te zetten. Oké. Nou, allemaal heel erg bedankt. We hopen dus dat binnen 6 weken dan meer duidelijk is. De staatssecretaris aan zijn jasje wordt getrokken. Ik geef het woord nog even aan Eelco van de Stichting Nederlands Buiten Nederland. Je bent nog niet te horen, wacht even. Ja. Volgens mij kan iemand nu wel horen. Dus ik zei dank Janneke, Hermie en collega voor jullie inbreng en een goede voorzitterschap. Dank natuurlijk ontzettend aan alle Kamerleden. Jullie zien, nou ja, de chat zegt het eigenlijk al, hoezeer dit leeft. Dit gaat niet alleen over ons, dit gaat over onze kinderen, onze kleinkinderen. En het gaat over Nederland, het gaat over ondernemerschap. Het is breder dan dit. Ik wil graag een aanbod doen aan alle Kamerleden. Wij zijn te alle tijden bereid om mee te denken. Dus als jullie input willen, een vragenronde of zeggen van goh, uit dat land zoeken we Nederlanders die mee willen denken of over een speciaal topic. Laat het ons weten, we zetten het graag op poten om jullie die input te geven, zodat jullie betere body aan dat wetsvoorstel kunnen geven.
De vraag is dat wij jullie ongeveer binnen het half jaar weer gaan uitnodigen voor een nieuw gesprek hierover, om te kijken van wat is nou de actuele stand van zaken. En we hopen dat jullie dan opnieuw mee gaan doen. En ik wil graag afsluiten met een oproep aan iedereen die hier op de chat is. Want het zou kunnen zijn dat wij in maart al mogen meestemmen voor de Eerste Kamer op indirecte wijze vanuit het buitenland. Omdat het een nieuwe verkiezing is, moeten we ons eenmalig registreren. Dus hierbij de oproep, op wie je ook stemt, dat is totaal irrelevant, maar ga alsjeblieft jezelf registreren via de verkiezingssite van Den Haag. Die zetten we ook op de website van de SNBN en zorg dat dat gedaan is. Want het betekent gewoon weer een extra recht dat we krijgen vanuit het buitenland. En dat moeten we zeker niet laten liggen. Ik ga het hierbij houden. Ik laat de chat nog wel even open, zodat mensen nog kunnen napraten en e-mailadressen kunnen invoegen. Overigens over de e-mailadressen van de Kamerleden met jullie welnemen ook op bij ons op de website zetten. Want deze projectie die komt ook op de website. Iedereen een hele goede middag, avond, ochtend, afhankelijk van waar je bent. Zo sluiten we altijd af. Nogmaals bedankt en graag tot een volgende keer. Tot ziens.